Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn zwaar getroffen door orkaan Irma. Huizen zijn vernietigd, veel mensen zijn alles kwijt. Voor de noodhulp aan de eilandbewoners in de Cariben is veel geld nodig. Medicijnen, tenten, zeilen, voedsel. Steun de nationale actie Nederland helpt Sint Maarten en geef op Giro 5125 of op rodekruis.nl. In oktober zijn de World Skills kampioenschappen in de Verenigde Arabische Emiraten. Twee hoveniers van het AOC Oost gaan naar Abu Dhabi. De team NL, hè, voor de landscaping heet het dan, landscaping gardening, dat is de officiële benaming. Die hebben hier een tuin opgeleverd waarmee ze eigenlijk zich hebben voorbereid op de wereldkampioenschappen waarmee we naar Abu Dhabi gaan. We zien hier de tuin van wedstrijddag 4, de laatste wedstrijddag in Abu Dhabi. Die hebben we nou zo goed mogelijk naproberen te maken. En we hebben verschillende onderdelen gemaakt. We hebben hier een bankje gemaakt van natuursteen met een houten afwerking. De borden zijn ingeplant met tropische beplanting. Midden in de tuin zie je een terras van 80 tegels, erg groot, met een vijver erin. Daar achter het terras zie je drie platen van stukwerk. Dat geeft een mooi brekend effect in de tuin. En verder is alles afgewerkt met een halfharding. Wat eigenlijk een soort van grind is, maar dan heel fijn. En ja, er zit nog een stukje verlichting in. Om de planten en bomen mooi uit te lichten. En tot zijn geheel vormt het gewoon een beetje een Abu Dhabi tuin. Volgens mij is het een dag van tevoren krijgen wij een ontwerp en dan hebben we nog een aantal uren voordat de wedstrijddag begint om ons voor te bereiden. Om eventueel nog iets uit te werken op de computer en dat soort dingen. En dan moeten we maar kijken hoe we het doen. Ja, het is allemaal heel zwaar, of grotendeels allemaal wel zwaar materiaal. Dus ja, daar zijn we ook al goed op aan het trainen, dat we dat goed op de snelheid houden en dat we dat goed erin maken. We zien nu allemaal planten uit Zuid-Europa. Alleen de planten die daar in Abu Dhabi zijn, die zijn in Nederland niet te krijgen. Omdat die hier niet kunnen overleven. Maar het is wel om een beetje het sfeertje te geven in de tuin. Wat is het bijzondere aan wat ze nu gedaan hebben? Aan deze tuin? Nou, die tuin is niet bijzonder. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Maar het gaat om de techniek. De tijdsinspanning die ze ervoor nodig hebben. De techniek. En vooral de finishing touch, want daar wordt vooral op gelet. Je moet niet vergeten dat we hebben een competitie met 24 landen. Van die 24 landen zijn er zeker 14 die net zo goed zijn als hun. Ja? En dus moet je op details letten van waar zitten ze nu op excellent. En juist daar krijg je de extra punten en daar word je wereldkampioen mee. Dus het gaat echt om, ja, weet je, waar moet dat lijntje niet recht? En waarom ligt dat ene steentje nou nog net iets zo hard? Nou ja, enzovoort. Het mooiste, het totale plaatje. We hebben weer een tuin opgeleverd. Het ziet er weer mooi uit. En ja, het gevoel is ook gewoon goed. Dus ja, dat is mooi. Ja, ik vind de bankjes wel het mooiste, denk ik. Die zijn wel goed gelukt. Het houtwerk er bovenop is... allemaal goed aangesloten. Ja, en verder de beplanting vind ik hartstikke mooi. De palmen en dat maakt het wel af. Deze jongens hebben dus de finale Nederlands kampioenschap gewonnen. Dus die zijn Nederlands kampioen tuinaanleg. En in die voorrondes hebben we 17 teams. En nou ja, daar zijn hun de beste van gebleken. En daardoor mogen hun mee. Waarom is dat zo belangrijk?
Het is zo belangrijk omdat we graag dat vakmanschap in ere willen houden en laten zien dat het veel meer is als alleen maar tuinman en alleen maar stucadoor. Er zit zoveel techniek achter, zoveel kennis, creativiteit, organisatie en vermogen. Het is een vak en dat willen we toch wel heel graag promoten. En deze jongens hebben het in zich? Ja, dat hebben ze zeker. Dat durf ik volmondig te zeggen, die hebben het in zich. En ze zien ook waar ze het nog niet hebben, daar werken ze aan. Ik heb zelden zo'n gedreven type stel meegemaakt. Ja. Op naar Abu Dhabi? Wij gaan op naar Abu Dhabi en we gaan voor goud. Het is geweldig dat ik hierbij mag zijn, maar het is nog geweldiger dat u met zoveel mensen op deze mooie zondagmiddag hier naartoe gekomen bent om straks de Walk of Peace te lopen. In de krant, een van de artikelen die hieraan gewijd was de afgelopen week, werd met nadruk gezegd, het is geen vredesmars, want dat impliceert alweer iets heel anders. Het is een vredeswandeling, een Walk of Peace, onder het thema de kracht van de verbeelding. Er is geen verbeelding voor nodig om je oorlog voor te stellen in de wereld waarin wij leven. We hoeven de tv maar aan te zetten, we hoeven maar op internet te kijken. En we zien Noord-Korea, Syrië, Irak, Jemen, Soedan, Mali, overal in de wereld, op tal van plekken, heerst oorlog. Geruchten van oorlogen, de ellende van dood en verderf, van honger, van achterstand van mensen die vooruit willen, maar die door geweld en gewelddadige omstandigheden daarin gehinderd worden, tegengehouden worden. We hebben natuurlijk heel veel vluchtelingen in Almelo die hier opgevangen worden in afwachting van integratie in een stad. Maar ook heel veel vluchtelingen die in Almelo al wonen. En ook deze mensen die willen heel graag contact met Nederlanders. Ik probeer altijd iets te organiseren om die vermenging te laten ontstaan en om dat contact tot stand te brengen. Dus zoek elkaar op en help ook die mensen om zich thuis te voelen met vrienden en praat met ze. Dat is wat het aller nodigst is. I just have my mother and my broer. My broer vermoord en veel mensen, goede mensen, in mijn dorp, jong en oud. Ik heb veel angst gekend. En moet nu wennen aan de mogelijkheden van een vreedzaam land waar ik gewoon een mens mag zijn. Dank je. Dat raakt je, hè, als je dat van zo'n jonge jongen hoort. Dat is in wezen wat het ook is, hè? Vrede. Dat je elkaars achtergrond respecteert en waardeert. Onder de 23. Als ik het wel heb, zullen zij hier het baanrecord in ieder geval verbreken. We komen nu over de finish. Geweldig, Martina en Marieke. Jaarlijks wordt in Almelo de Kotweg Almelo Ricatta georganiseerd door onze roeiclub waar we vroeger hebben geroeid.
En we vonden het wel leuk om dit jaar ook weer mee te doen. Dus we hebben dit jaar in een dubbel 2 gestart en vanuit Amsterdam hier naartoe gereisd. Want we roeien nu in Amsterdam bij roeivereniging Neerhuis. En het was wel een inspanning zo even weer een 5 kilometer starten. Want we zijn nu weer 2 weken begonnen. September, begin september is ons nieuwe roeiseizoen begonnen. En we zijn nu weer fanatiek bezig voor het nieuwe jaar. We kwamen hier natuurlijk eigenlijk om het baanrecord aan te vallen. En toen we aan het oproeien waren, toen hadden we een beetje wind tegen. Dus ik dacht van, ja, dat is goed, want dan hebben we straks wind mee. Maar toen we aan het roeien waren, was die wind toch een beetje weggevallen. Dus ik dacht, oei, gaat het wel goed? Maar uiteindelijk hebben we hem toch kunnen pakken met... Hoeveel seconden hebben we gepakt? Ja, 19:30 was de tijd en hij stond op 19:52. Dus we hebben hem inderdaad 22 seconden eraf gehaald. Ja. Wat we eerst gaan doen is gewoon zo hard mogelijk varen dit seizoen. En je moet altijd weer opnieuw je plekje proberen te bemachtigen. En aan ons is de taak gewoon om altijd hard te varen en overal goed voor de dag te komen. En dan is het maar de vraag wie er wordt uitgenodigd voor eventueel een project... voor de wereldkampioenschappen, maar ik ga er zeker voor trainen om dat te halen. En ik ook. We zijn nu nog aankomend jaar nog steeds onder 23, dus we gaan nog steeds het onder 23 traject in. En dus we kunnen als we fit de winter doorkomen en we blijven presteren, dan kunnen we misschien meedoen aan nog een jaar op het WK onder 23. Dus dat zou heel leuk zijn en we zijn daar wel bloedfanatiek voor aan het trainen. Het is een hele grote pot lichte dames, dus het wordt wel spannend. Ja. Blij zijn ze bij het AOC Oost in Almelo. Ze kregen het certificaat Excellente School uitgereikt van de branchevereniging Hoveniersbedrijven. Nou, het certificaat is een ondersteuning van datgene en een waardering voor datgene wat de school doet. AOC Oost doet veel samen met bedrijven om ervoor te zorgen dat de bedrijven gastlessen komen geven op scholen. Anderzijds dat de docenten weer meegaan in de bedrijfspraktijk om daar stages bijvoorbeeld te gaan volgen. Aan de andere kant is inderdaad ook de gastlessen op school dus te kunnen gaan verzorgen. Dat wil dus zeggen dat er heel veel afstemming is over wat is er nou eigenlijk nodig in die praktijk en wat kunnen we daarmee doen in het onderwijsprogramma. En dat is heel belangrijk gekoppeld aan dit certificaat. Hoe uniek is dat certificaat nu hier in Almelo is uitgereikt? Nou, dat is heel uniek, want er zijn in Nederland behoorlijk veel AOC's, maar er zijn er slechts een aantal die dat certificaat hebben gekregen. En AOC Oost is er daar dus eentje van. Gefeliciteerd. Dankjewel, ik ben er blij mee. Hoe bijzonder is het? Ja, het voelt als bijzonder, want we zijn met een aantal scholen zijn we uitverkoren om dit certificaat te ontvangen. En dat, dat geeft een goed gevoel en met name een enorme waardering voor ons team, voor mijn team en voor de bedrijven uit de regio. Waarmee duidelijk gemaakt wordt dat we op een ongelooflijk goede manier met elkaar hebben samengewerkt. En blijven samenwerken, want dit is natuurlijk niet het einddoel. Dit is de start van een doorgaande ontwikkeling. Nou, op dit moment is het zo dat de markt behoorlijk aantrekt. En er is op dit moment bij de bedrijven erg veel vraag naar personeel. Wij zijn natuurlijk niet de enige branche in Nederland die jonge mensen heel goed kan gebruiken. We worden volop gevraagd of we afstudeerders hebben. Of dat we leerlingen hebben die de BBL-opleiding willen gaan volgen, dus die willen leren en werken. En aan die vraag kunnen wij niet voldoen. En dat betekent ook dat nu het programma van wat we op het mbo gestart zijn, dat we nu ook doorzetten naar het vmbo. Om daar de jonge leerlingen toch ons vak helder te maken en misschien enthousiast te maken voor dit prachtige beroep. Dus daarom is het ook voor ons heel erg belangrijk, hè, dat we bijvoorbeeld met die wedstrijden kunnen laten zien wat ons vak allemaal te bieden heeft. En natuurlijk in samenwerking met de scholen ook te laten zien van wat dat vak inhoudt en te zorgen voor die goede opleiding. Helpt zo'n certificaat erbij? Zo'n certificaat helpt en zeker wat we nu vandaag ook hebben meegemaakt, dat twee leerlingen afgevaardigd worden naar de wereldkampioenschappen, naar de World Skills. Ja, dat maakt natuurlijk dat ons beroep in de schijnwerpen komt te staan. Ja, daar zijn we blij mee. Trots? Heel trots, ja. Ja. Oh,
Orbifit Outdoor is eigenlijk het verlengstuk van Sportcentrum Orbifit. Zoals de naam ook al zegt, het outdoor gebeuren. En wie maakt hier zoal gebruik van? Nou, eigenlijk maken kinderen van 8 jaar tot en met volwassen mannen en vrouwen tot en met 72 jaar maken gebruik van dit outdoor terrein. En als je kijkt, want dat is ook een beetje de aanleiding, jullie deelname aan de Almelo Allee. Hoe zie je die relatie? Nou ja, wij krijgen natuurlijk mensen hier, klanten, die sportief bezig willen zijn. Nou ja, zo zie ik eigenlijk de Almelo Allee ook. Mensen willen graag sportief en leuk bezig zijn in de gemeente Almelo. En dat zien wij hier terug en in de Almelo Allee ook. En jullie nemen deel aan twee bedrijventeams. Met twee bedrijventeams, dat betekent de 5 en de 10? Ja, inderdaad. De 5 en de 10 kilometer doen wij aan mee met een aantal medewerkers. En wij bieden de kans aan onze klanten om mee te doen aan alle afstanden. Ook aan het fietsen, het lopen of wat anders. En dan bekostigen wij hun de inschrijving. En jullie staan ook op het plein, neem ik aan, met jullie Orbifit. Ja, inderdaad. We staan ook op het plein die dag. Ja. Ik heb voor jou een gratis kaart. En dan denk ik niet aan een klant van jullie, maar aan een relatie. Misschien wel een bedrijf. Welk bedrijf zou je een werknemer willen uitdagen? Welk bedrijf zou ik willen uitdagen? Eén iemand. Ik zou graag Kevin Aman willen uitdagen van sportbedrijf Almelo. Kijk aan. Dan gaan we die boodschap overbrengen. En dan mag jij deze kaart meenemen voor Kevin. En als hij deelneemt, dan gaan we hem dan zien. Ziens op zondag 24 september in het centrum van Almelo. Almelo Allee. Dankjewel, Thijs. Dankjewel.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Vandaag in de buurt, mannen. Ja, door de week is het wel gezellig in de stad. Maar in de weekenden heb je elke keer heb je wel wat. Doet hij het wel? Dat moet je wel ook. Ik kwam er pas achter toen ik hem ging afrekenen. Doeg! Vandaag brengen de buurtman een bezoekje aan een kringloopwinkel en onderzoeken hoe het met de Hagendoornschool gesteld is. Ze drinken koffie, krijgen kickboxles en scheuren rond het park met een Porsche. Hey, jullie zijn op vakantie geweest met je ouders of zijn dat nog? Dat zijn mijn ouders. Ja. Nee, we zijn een dagje naar Den Ham geweest. Een jaarlijks uitje naar de Rommelmarkt. Okay. Lekker geluncht ergens. Ja? En heb je nog iets leuks gekocht? Genoeg. Die zijn mooi, hè? Oh, dat zijn mooi. Oh, Lotte. Ja, goed vasthouden, want... Oh, kijk, dat is mooi. Wil je mijn zonnebril even op? Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik wel leuk. Kijk eens. Oh, wat is dat voor meneer? Is, nou, doen we een beetje zo. Oh. Nee, ik vind het niet leuk. Nou. Oh, mama dan. Vindt mama het leuk? Ja. Mama vindt het leuk. Zijn. Kijk eens. Kijk, fantastisch. Oh, kijk, dan kom je ook niet in beeld. Mooi. Nee, precies. Oh, dat is leuk, hè? Wij komen uit Nijverdal. Uit Nijverdal? Ja. En je wordt wel opgenomen hier in de wijk, ondanks dat je uit Nijverdal komt? Ja. Ja? Pas me wel snel aan. Ja, je hoeft niet met iedereen een klik te hebben, maar toen we hier kwamen wonen hadden we echt een warm welkom van bij de buren. Ja. Wij gaan er binnen. Doe dat. Ja, fijne bedankt dag. Dat je de tijd voor wilde maken. Helemaal goed. En van wie is die mooie roze fiets? Van mij. En kun je ook al fietsen? Ja. Laat zien. Eens even kijken wat erin zit. Spier? Laat zien. Kom. Nee. Ja. Voorzitter. Ja, kom maar. Voorzitter. Ja. Boom, boom, boom. Ja. Even achter elkaar. Wauw. Zwaaien naar de camera. Fijne dag nog. Fijne dag nog. Ik ga nou naar een vriendin in de koppel. Gaat hij een beetje snel dan? 15 kilometer per uur. Zo. We zijn ook wel auto hoor. Moet morgen nog een spijker is. Kan hij ook op de achterwielen? Moet je proberen. Nee, natuurlijk kan dat niet. Ik heb een nieuwe knie en ik moet binnenkort aan de rug geholpen. Dus mij krijg je niet zo bij. Mag ik u nog een mooie veer aanbieden? Vindt u dat leuk? Die mag ik niet. Weet je, mijn vriendin wil niet omdat ik veren Weet je waarom niet? Ik mag niet met allemaal zijn veren pronken. Wil je een snoepje hebben? Ja. Heb ik wel. Ja, ik wil wel een snoepje hebben. Hier heb ik wel. Kijk eens. Oh, er zitten nog kusjes. Oh, kijk eens. Deze zijn lekker. Ja, dat maak ik zelf wel uit. Nee, nou, luister naar mij, dan weet je het. Dit is koffie, die lust ik niet zo. Nee, nou ja. Ik wil liever zo'n rode, mag dat? Ja, gewoon helemaal. Ik ga het niet verleiden, maar dan hoef ik niet te rekenen. Mogen we een sticker bij u op de kaart plakken? Ja hoor, hoe meer stickers, hoe liever. Want ik heb er overheen. Die moet er ook weer op. Hier zo? Ja, doe maar. Mijn heren, succes vanmiddag. Ja, ja dank u wel. Anders kom ik niet bij mijn vriendin. Mijn vriendin met een dikke kus. Doe ik. En veel plezier. Ja, niet hard, hè. Dag. Doeg. Hij zei, ik ben inderdaad tevreden over die straat. Ja. Hele goede straat. Waarom? Mooie straat. Ja, maar waarom? Ja. En waarom vindt u het zo'n mooie straat? Ja. Waarom? Tenisbe straat. En een andere Sakim straat. Rustig, zegt hij, omdat het rustig is. Ja. Ik heb hier
wel eerlijk zeggen. Oké. Dus. Ja. Die water hier weg, hè? Ja. Niet naar Poek. Onder de grond. Maar onder de grond. Ja. Nieuwstraat is een goede straat, hè? Ja, nee, dat is een mooie straat. Ja. En als iedereen het een beetje bijhoudt en schoonhoudt en voor zijn stoep, dan is dat... Ja. Nou, we moeten wel de dame erbij, hè? Ja. Ja, ik ben alleen een man, hè? Ja, maar dan krijgen we dat er niet bij. Oh ja. Je mijn armen zijn niet lang genoeg. Ja, zo goed, ja. Eén. Nee, prima. Twee, lachen. Ja. Goed. Nog een keer. Ja. Je weet namelijk maar nooit. Is het, is het zo? Het is gezellig hoor. Het is, door de week is het wel gezellig in de stad. Het is wel leuk, maar in de weekenden dan heb je echt, dan heb je elke keer heb je wel wat meegemaakt in de weekend. Dat gebeurt wel elke week wel wat. Zoals naar mensen die... Nou, gisteren bijvoorbeeld, nu dat we het over hebben. Ik had gisteren de voordeur even open. Het was tegen 10:30. Ik kwam van de vergadering. Ja. En ik wou nou, even frisse lucht naar binnen, weet je. Waaien naar, van binnen, van even de tuin. Even de warmte eruit, ja. En één keer kwam zo'n jongen. Ja. Die kwam gewoon binnen. Ja, die kwam gewoon binnen. En hij zat aan zijn broek. Aan dat knopje van zijn broek. En mijn man die zat er goed te wachten, dus ook. Gelukkig, ik tilde helemaal bij. Maar hij kwam gewoon binnen. En hij wou de broek denk ik beneden. Oh, dat moest je plassen misschien als Oh. Ja, ik weet niet wat hij wou, maar wij hebben hem naar buiten gehaald. Mijn man heeft hem naar buiten gehaald. En schelm dat hij deed. Ja, dan heeft hij hem klaar erbij gekregen. Want die was helemaal niet wijs hoor. Die wat gaat denk ik. En hoe is de relatie met de buren daar? Ik heb ze nog in mijn slaapkamer gehad, joh. Ja? Wat dan? Kwamen ze door de muren? Nee, nou, ze kwamen er overheen springen en ze waren in mijn slaapkamer. Er was er eentje in mijn slaapkamer. Nou, toevallig gelukkig was ik dus niet in huis. Mijn man die was in huis. En die stond echt voor je slaapkamer. Gewoon. Mijn man zei, wat doe jij hier? Wie ben jij? Zo weet je wel. Hij pakte mij de kraag. Hij neemt hem naar. Ik heb drie dochters, ja. In de puberteit ook. Hij was heel erg bang van, wie is dat? Nou, hij heeft hem meegenomen naar beneden. De politie heeft hem meegenomen. Twee uur later kwam hij lopend weer terug naar huis. Ja. Op zich is het een heel leuke, drukke straat. Ja, dat wou ik even vragen. Het is een heel leuke, nee, maar ik wil ook een paar positieve, leuke, gezellige dingen horen. Het is een heel leuke, drukke straat. Een beetje contact met de leuke buren, een beetje leuke buren. Jawel, hier met de buren wel. En tegenover die buren ook wel. En gaan jullie wel eens iets gemeenschappelijks doen? Jawel, koffie drinken bij elkaar. Ja. Wij hebben een kapsalon daar verderop. Ja. En daar tegenover heb je de molen. Ja. En daar was ik dus van plan een keer om een ladies night, of weet je wel, voor de buren. En dan kunnen ze kraampjes kunnen ze daar neerzetten, bij de molen gewoon. Ik denk dat het hartstikke leuk wordt. Nou, zo'n beetje zo, een beetje... Oh, zonder make-up. Ja, ik zie er toch al niet uit. Zo, kijk eens, hoe leuk. Hallo. Hoi. Mijn naam is Sali. Ik heb hier kleine 86 kraampjes. Die verhuur ik aan particuliere zakelijke mensen. Die kunnen eigen spullen, wat ze thuis overbodig hebben, hier stallen. Ja. Met hun prijzen erop en ik verkoop het. En zo geef je alle spullen ook nog een tweede leven. En hoe gaan de zaken? Als een treintje. Ja? Ja. En verkoop je ook daadwerkelijk spullen? Veel. Ja? Veel, ja. Ja, want het is ik heb hier alles en nog wat gezien, ook over de toonbank heen gegaan. En je maakt elke dag wat nieuws mee. En wat is nou het meest bijzondere wat je hier verkocht hebt? Een monopoliespel van de Florijnentijd was dat. Hele oude. Ja, hoe oud? De Florijnentijd, dat is er al. Ja, dat is er... de gulden Florijnen. Nou, ja, precies. Die is weggegaan voor een kleine 3 euro, terwijl dat ding meer waard was. Ik wist dat niet, nee. Oh, je had niet zelf zoiets van, wauw, dat wil ik wel hebben? Ja, ik kwam er pas achter toen ik hem ging afrekenen. Ik dacht van... Oké. Ja, jammer. Geboren en getogen in Almelo. Geboren en getogen in Almelo? Ja. Oké. Okay. Born, live, die. Ja. Ja, koffie, Simon? Lekker. Nou, ik heb 3 scharen. Hier. Wou dit even afrekenen. Je weet ook nog uit welke bak het kwam, want er komen 2 verschillende schakken. Op een gegeven moment weet je gewoon van welke kraam welke wat komt. Je loopt elke dag doorheen, dus je weet het. Ja, maar je hebt wel altijd dezelfde mensen die de... Nou nee, dat verandert. Dat verandert. Ik heb bijvoorbeeld, ik krijg volgende week maandag weer een nieuwe kraam erbij. Ja, morgen krijg ik er ook nog een eentje erbij, dus de een die gaat, de andere die komt. Even kijken, 2,5 was het met 50 cent, alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot ziens. Oké. Hey, goeiedag. Goedendag. Zijn de buurtmannen? Jan Bektas. Hi. Kan je iets vertellen over je zaak? Zou je die willen laten zien? Ja, laat me naar binnen. Ja? Ik heb een kringloopwinkel. Ja. Spullen op bij mensen. Ja.
Want hier heeft vaker een kringloopwinkel gezeten. Klopt, het verleden van deze pand is eigenlijk op het algemeen kringloop geweest. Laat eens een pronkstuk van je zien. Wat is iets waar je trots op bent? Denk, nou ja, dat is dat wat. Daar ben ik trots op. Kijk, ik heb bijvoorbeeld laatst een antieke telefoon binnengekregen. Okay. Dat is wel een mooi dingetje. Maar het is meer voor de sier. Precies, voor het neerzetten. Ja. Zullen we ze doorheen lopen? Ja, lopen. Oh, het is echt een grote terrein. Ja, inderdaad. En huur je dit pand of heb je het gekocht? Hoe moet ik het zien? Ik huur het. Je huurt het? Ja. Oké. En stonden de meeste spullen er al in of heb je het... Want het was al een kringloopwinkel, geloof ik, hè? Ja, klopt. Er waren nog wel wat overblijfselen van de vorige... Ja? Vorige kringloopwinkel, zeg maar. Wat maakt die waterpijp roken? Wat maakt dat zo leuk? Weet je wat het is? Je komt met vrienden samen, je gaat samen zitten, is gezellig. Nou, ja. Dan kan je weer een beetje bijpraten. Want hoe ziet dat eruit? Kijk, je hebt van die loungebanken, zeg maar. Het zijn dan... Van die zitjes? Van die vierhoek zitjes. Zou ik daar ook gewoon kunnen zitten als een kaaskop, ja, zeg maar? Ja, zeker. Ik zeg kaaskop omdat we hebben geleerd wat verkazen is. Waarschijnlijk Turkse mensen kunnen verkazen. Heb je wel eens van die term gehoord? Ja, ja, ja? Ja. Dat zou je zeggen als Nederlander gaan gedragen of zo. Ja. Ja, ja. Maar zover ben je nog niet. Ach ja, als het kerst is, dan zetten we ook wel een kerstboompje op. Maar dat is meer voor de gezelligheid dan dat we de traditie overnemen. Ja, dus, precies. Ja. Hey, jongens, dankjewel. Doeg, tot ziens. Weer vandaag, dus wel weer. Hebben we speciaal voor jou gedaan? Was nog maar iets beter dan gisteren. Hé, maar wat staat de tuin er mooi bij, joh? Ja, dat heb ik gisteren even gedaan. Want de weersberichten die waren niet zo heel gunstig. Dat heb je gedaan voor de buurvrouw? Ja. Ja, ja. De mensen wat er nou weer bij komt, dat kunnen ze zelf aan, maar dat zijn allemaal jonge mensen. Oh. Wat bedoel je dan precies? Ja, zeg maar, veel ouden hebben we hier niet meer, een stuk of drie nog. Van echt oude mensen. Ja. Hoe oud is deze mevrouw die hier woont? 83 of 84. Ja. 84. Ja. Nou, jullie zorgen eigenlijk goed voor elkaar. Ja, oude garde. Ja. Deze mevrouw hoort ook bij de oude garde. Ja. De helft van de mensen wat hier woont, wat er ben gekomen, zeg maar, ja, daar weet ik helemaal de naam niet van. Ja. En vroeger was het zo, als iemand hier kwam, ja, en je kwam meteen en gaf je elkaar een hand, een keer te, hey? Ja, precies, ik ben daar komen wonen. Ja, en ik ben de naam, maar dat is niet meer. Echt waar, de helft van die mensen wat hier woont, die ken ik de naam niet van. Maar dan kun je, ja, er toch zelf heen gaan? Ja. En Karel, wat voor jaar is die Porsche? Die is van 1975. Oh, dat is al een oudje dus? Ja, maar die is ook de laatste type wat gemaakt is. Want ze zijn vijf jaar gemaakt van 1970 tot 1975. Het was heel moeilijk te repareren als je bij de motor moest. Maar de motor zit er voorin? Nee. Oh. Dan moest je in dit stukje, dat is ondenkbaar, dan moest je dan de benzine eruit halen of ja. Wat zit er dan in de voorklep dan? Ja. Nou, er ligt wel wat. Ja, dit is de tank, benzinetank en de reservewiel zit hieronder. Oh ja. Doet hij het wel? Dat moet je wel open. Ja, dat hoop ik voor je, maar dat is... Mag ik voorin? Ritje? Doen we gewoon de duim omhoog zo? Ah, dat doe ik. Ja, dan doen we dat. Maar een mooie zaak heb je. Ja, hebben we ook. Ja. En heb je mensen ingehuurd die voor jou knippen? Ja, ook. En jij, ja, vangt gewoon... Ja, maar ik betaal ze ook uit, hè. Oké, okay. En wat is dan jouw taak precies? Ik doe hier eigenlijk meer... Ik kom eigenlijk hier voor de gezelligheid. Mijn man die doet meer knippen.
Oh, jouw man is ook kapster? Ja, hij is ook kapper. Kapper, sorry. Kapper. Ja, maar... ja, je had het over dat jij zo lekker koffie kon zetten. Ja, dat kan ik, zeker. Dus, hebben jullie zin in koffie? Lekker. Doen we dat. Hallo allemaal. Hallo. Goedemiddag. Heb je hier achter ook op de school gezeten? Hoe was dat? Hoe vond je dat je daar weg moest? Heb je nog afscheidsfeest? Hebben jullie nog een rotschool, ik ben blij dat ik daar niet meer heen moet. Zo hebben we er niet over nagedacht, hè? Nee, het was geen rotschool, het was een hele leuke school. Maar? Ik ben eraf gegaan omdat ik... Ja, omdat ik ruzie krijg daar en dan gaan ze me pesten en daarom ben ik naar andere school. Is je daar gepest? Waarom moeten ze jou pesten? Ik had wel vriendinnen die voor me opkwamen. Maar ja. Ja. Zie je wel zondag bij het theaterhotel. Je hebt wel een streetdance show. Oh, kijk. Ja. En kinderen. Of niet? En dat doe je dan met de klas, met de school? Wat zei je? Doe je dat met de school of met de klas? Oh nee, gewoon met een dansteam. Dus jouw moeder wint dan de prijs van de beste kapper? En jij wint dan een prijs van de beste danseres? Ja, ik heb ook een prijs gekregen. Een medaille van Kidbox. Echt waar? Ja. Oh, dan ben ik nog wel een beetje bang. Kidbox broekje. Wauw. Kidbox broekje. Ja, dit is mijn medaille. Oh, die wil ik wel eens even zien. Maak ik hem even op? Eén keer. Dat vind ik namelijk ook heel stoer. Hé, hey, kun je ook... dat is wel een beetje een stomme vraag. Maar kun je dan ook één zo'n pasje voor doen? Nee, daar in dan moet je opstaan. Even serieus, niet lachen. Nee. Anders sla ik in elkaar. Ja, kom maar. Nee. Kom maar. Au. En de winnaar is... Yeah! Nou, welkom dames en heren. We zijn weer het Gozermaat bij de Hagedorenschool. Op de achtergrond hoor je misschien een klein beetje muziek. Het is ook volop zon. En het is allemaal groen. En in Almelo is altijd wat te doen. We gaan even naar de Hagedorenschool. Daar is een rommelmarkt. En er is van alles te doen. Dus we gaan daar even kijken wat die mensen te vertellen hebben. Wat er te doen is. Ik vind het prachtig. Ja. En de hamburgers waren ook lekker. Maar heb je wat gewonnen of niet? Nee. Hey, maar mooie volle zaal hier, hè? Ik hou van elkaar. Gaat goed, hè? Mooie opkomst, mooie prijzen. Hoe gaan ze weer door? 24. Maar het is toch eigenlijk voor kinderen, of niet? Dank voor de gezellige middag. Nog goed uit, dat is op leggen. 13. Doei. Muziek maken. Dankjewel. Kun je dan je hele leven aan de buurmannen denken, wat is buurmannen blauw? Dankjewel. Ja, speciaal voor de buurmannen. Hey buurman, kom maar in, want het feestje gaat beginnen. La la la, la 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 la.
Het was weer een innoverende dag. Blij en verrast keren de buurtmannen huiswaarts. Terwijl ze bij de Hagedoornschool nog even doorfeesten, kijken de buurtmannen elkaar aan en beginnen te lachen. Wat was dat leuk, hè, dat scheuren met die Porsche. En die wijk lijkt zich ook goed vermaken met de Hagedoornschool. Maar of dat ook is wat men in Almelo bedoelt met wat te doen, ze vragen zich het af.